Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op vrijdag 7 december. Er ligt een dik pakket bewolking boven Nederland en het regent af en toe. De meeste regen die moet nog gaan komen. Een storing die trekt namelijk vanmiddag van west naar oost over het land. En dat betekent ook dat het tijdens de avondspits behoorlijk druk zal zijn. Want die regen in combinatie met wind zal ongetwijfeld voor vertraging gaan zorgen. Hier zien we het neerslaggebied om kwart over één, met name nog boven de Noordzee liggen. Maar zoals gezegd, die neerslag die trekt verder naar het oosten en zal aan het eind van de middag. In heel het land uh, aanwezig zijn. In het westen wordt het dan geleidelijk aan weer droog, maar dat is van korte duur, want vanavond kunnen er weer een aantal buien vallen. Dit is de weerkaart waar we mee te maken hebben. Dan zien we ook dat die neerslagzone met name nog boven zee ligt, rond een uur of twee. Maar geleidelijk aan over het land trekt. En vanavond klaart het dan op en krijgen we te maken met af en toe een bui. Ook zien we dat de isobaren, die witte lijnen, dicht bij elkaar liggen. En dat zijn lijnen van gelijke druk. En als die dicht bij elkaar liggen, dan betekent dat dat het stevig waait. En daar moeten we dan ook vandaag rekening mee houden. Maar ook zaterdag en zondag. Er staat een stevige wind uit het westen, vrij krachtig boven land, hard aan zee. Soms zelfs stormachtig op de wadden en langs de kust. En dat is windkracht 7 tot 8, en daarbij kunnen er ook nog zware windstoten voorkomen. Goed, eerst dus die regen die vanuit het westen naar het oosten gaat opschuiven, en dan vanavond de opklaringen. De temperatuur die ligt vanmiddag zo rond de 12 graden. Het is dus wel heel zacht. En de wind die waait uit het zuidwesten en zal geleidelijk aan naar het westen draaien. Vanavond en vannacht dus wat opklaringen. En de temperatuur die blijft op zich vrij hoog. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 à 7 graden. En ook morgen vallen er nog een aantal buien. De maximumtemperatuur ligt dan tussen de 9 en de 10 graden. Tussen de buien door is er morgen wel af en toe ruimte voor de zon. Het ziet er dus iets vriendelijker uit dan vandaag. En ik denk dat het morgenmiddag op de meeste plaatsen zelfs enige tijd droog blijft. In de avond neemt de buiengeit weer toe. En dan de dagen erna, nou dan blijft de tonnen wel wisselvallig, met name de zondag vallen er nog wel frequent buien. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Op maandag en dinsdag blijft het al op de meeste plaatsen droog. En heel langzaam zien we dat de temperatuur wat gaat dalen, wordt een graad of 7 in de middag. En ook de wind die gaat afnemen, want zondag waait het nog stevig. Maar maandag en dinsdag is de wind overwegend matig, aan zee af en toe nog vrij krachtig. Nou kijken we dan ook nog eventjes wat verder. Dan zien we met name dat de woensdag en de donderdag wat kouder gaan verlopen. De temperatuur is dan echt wat lager. S'nachts kan het licht vriezen, maar daarna gaat de temperatuur weer omhoog. En mogelijk dat er op die donderdag en vrijdag wat licht winterse neerslag gaat vallen in de vorm van sneeuw of natte sneeuw. Die kanspercentages die zijn nog vrij laag, maar ze zijn niet nul. Dus daarom noem ik ze wel even. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag en op vast een fijn weekend.